s'avonds om een uurtje op 11, 12 pakken die telefoon. Het is een high heel. En dan gaat dat. Maximaal 4 meter 25 lang mag zijn en die lengte wordt bepaald vanuit het hart van de achteruit naar het zesde puntje voor aan de trekker. De mannen mogen dicht, die zijn er hoor, ik heb de trekker ook gezien. Ja. Goed. Dat is één ding, is eigenlijk een heel klein beetje jammer. Dat het grootste knon mag starten. Eén van de grootste knonnen, want ik heb u daar straks verteld. Toen wij, de rebel kregen, daar stond een mooie Rolls-Royce Griffon M58 stond erop. Maar omdat er twee combinaties zijn die erbij zijn. Ik zei, hij gaat het proberen. Hè. Ik zei niet dat hij het ging doen, ik zei, hij gaat het proberen. Wat terug gegaan. Maar er mag geen onderhoud aan de baan gepleegd worden. En als deze 6000 paarden losgaan, dan gaat het met een wielspin gepaard van over de 200 km per uur of ongeveer in die omgeving. En dan hoop je natuurlijk wel dat daar wat begraven gaat worden. Vandaar ook dat die banden bijna allemaal glad zijn. En misschien wel in de hele wereld. In ieder geval, Barenbrug, twee tractoren die sponsort. U heeft dat straks gezien met de Rabbit Injection. De mini-puller die daar zo vreselijk snijdig te zien zien. En u vindt hem ook weer terug op de green met het nummer 4. Barenbrug, grote klas. Ja, en om dan meteen maar alle spanning uit het gebeuren weg te halen. Nou, alle nee, dat is niet waar, want we houden nog een klapstuk van de veiling. Dat zetten wij in voor de laatste rit. De twee grote jongens, de twee Rolls-Royce Griffon, die vinden wij hier niet zij aan zij, maar wel achter elkaar. Dan noteerden wij 14:37 in ene keer voor de Green Spirit. Nu gaan wij met de typoontje waar ik het zo even over had. Een typoontje overigens die, als het supporters team mij wel heeft ingelicht, weer een hele verzameling nieuwe petten, nieuwe stickers en nieuwe t-shirts heeft meegenomen. Die in de wagen van het typoontje team. Ja, en zagen wij straks bij de Green Spirit toch even op 40 meter een zogenaamde backfire. Deze problemen zijn niet groter. Deze problemen zijn veel groter. En ik ga proberen erachter te komen wat er met de trekker aan de hand is. En of wij hem misschien hopelijk straks toch nog terug zullen zien in die 5,7 ton. Maar het ergste moet ik vrezen.
zo staan we dan te wachten op de volgende combinatie. Theoretisch gesproken zou ik mogen denken dat wij Spinola zouden krijgen. Ja, en daar komt hij. En ik vind het altijd opvallend, want op het moment dat Spinola komt, dan komen al die Texaco mannen, die komen hier op het erepodium, want die willen natuurlijk allemaal zien hoe weer de door hun gevolgende combinatie dat gaat doen. Maar zo is het natuurlijk even mooi niet, want er is er één die dat op dit moment op het zeggen heeft. De onder nummer 89 rijdende Spinola, waar Peter Hofmans de contactpersoon is. En waar Wilbert Luijks en Peter Hofmans, Theo Hoenselaar en Pierre Bertens met z'n allen bij bezig zijn. En waar Wilbert Luijks en Peter Hofmans eigenlijk de scepter zwaaien. Die beroeren het stuur en de pedaaltjes. En zo gaan we dan kijken naar Wilbert Luijks, want het zal veel meer onder zijn tegen. Maar het loopt niet echt lekker. Het liep niet wat je noemt echt helemaal 100% lekker. De beide Rover Meteoriet motoren. De beide 12 cilinders. De beide 27 liter inhoudmotoren, samen goed voor 54 liter, 3500 toeren per minuut, 600 pk per motor, dat zijn er dus 1200, maar daar hebben de mannen nog het een en ander aan gedaan. En zo komen ze voor deze combinatie al met al een kleine 2000 pk'tjes. En die wordt met benzine gestookt. En hoe komen ze ongeveer aan die 1900 of die kleine 2000 pk's? Wel onder andere door het feit dat ze op iedere motor twee van die blowers hebben gebouwd. En als u dat dan ziet, dan is het toch inderdaad Wilbert Luijks die erop rijdt. Een heel aantal namen eronder. En als je nou maar één ding wilt vergeten, u mag de naam Broerman wat mij betreft best vergeten als u maar weet dat je met dubbel N aan het eind schrijft. En dat zijn er niet zoveel hoor. Quickfit Nederland zijn de een van de grootste sponsors achter deze combinatie. Samen met de net eerder genoemde Intratuin uit Halteren. Texaco Broerman uit Bergen op Zoom. En nogmaals, denk u alsjeblieft, als u zo'n keertje schrijft, aan die twee N'en op het einde, want anders gaat hij naar een andere broerman. Die levert dan misschien ook wel Texaco, maar de enige die het echt goed kan doen, Nesto Sportbedrijf uit de Lepelstraat, eveneens een sponsor, en natuurlijk niet te vergeten, heel de supportersclub van het Spinola team kunnen wij vinden. Dat zijn de bedrijven en de mensen die achter deze hier uit Halteren vandaan komende Rover Meteoroor gestookte combinatie Spinola staat. Wilbert Luijks, Peter Hofmans, Theo Hoenselaar en Pierre Westers. Dat zijn de mannen die quickfit hier naartoe gekomen zijn. Intratuin in de bloei. Kortom, het kan eigenlijk niet mis. Toch denk ik, met het a-technische oor wat ik er tegenaan hou, dat de combinatie niet zo lekker liep als je eigenlijk zou moeten lopen. Ik heb hier Kees Robsen, hele bekende onder u. Kees de Spinola liep niet helemaal lekker, dacht ik. Hij liep niet lekker op. Goed, Kees die heeft namelijk, Kees jij bent uit het team of... Ik zou het zeggen, want ik heb je naam niet genoemd, maar je staat niet op de lijst, maar je zit er nog altijd bij. Meer aan het promotionele gedeelte dan aan het technische gedeelte.
Ja, Kees, wat ik zeg, toch eigenlijk, Kees, zijn we een beetje collega's. Hè? Jij bent vaste commentator voor de B-wedstrijden. En ik mag me eigenlijk een heel klein beetje naar mijn microfoon vergroeid voelen in de A-wedstrijden. En samen hebben we ook wel een aantal wedstrijden gedaan zo. Dus zo met al hebben wij toch wel vrij veel contactjes. Goed. Ben ik dat het weer wat begint te regenen, want vanuit mij het uitzicht weg mag ik misschien iedereen die hier voor mij heeft plaatsgenomen vragen om even wat te ruimen. Want op dit moment, lieve mensen, wat is dat nou toch jammer, wat is dat nou toch jammer? Want een van de spectaculairste tractoren die wij op de baan kunnen brengen, die gaat op dit moment, gaat die dat wat proberen. Moet u zelf maar eens even luisteren. Ik denk dat ik de organisatie moet vragen om de mannen klaar te zetten, om de baan af te dekken. Jongens, want dit, wat gaan we doen? Gaan we eerst rijden of gaan we afdekken? Ik zie de groene vlag komen. Dat wil zien dat we met deze macht komen volgens de doelpuntcombinatie. Op dat gaan de twee van die geweldige standaardbeheerden. Ja, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit geen vrijwillige stop is. Ja, nou zijn we echt te laat om de baan af te dekken. Niet op te letten. Kijk, ik sta helemaal aan het begin. En die jongen zich al de long aan zijn lijf getrokken om die kar in naartoe te halen. En Jacob, volgende keer moet jij het alleen doen hoor. Oh, ja, ja, het is wel leuk om je maatje te roepen. En zo vonden we dus in de fiets. Toch wel eens een motor geworden. Ja, het is een rechte motor, dacht ik. Hè? Dus die komt niet. Die komt niet in de 5,7. Goed onder de knie hebben is het bouwen van die tractoren. En dan zult u wel zeggen, is dat bouwen dan zo belangrijk? Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Omdat als je namelijk zo'n trekker gebouwd hebt, weet je ook hoe die technisch in elkaar zit. En we hebben nu al een aantal jaren kunnen zien dat met name gekochte tractoren, en ook uiteraard zijn dat tractoren die in Nederland gebouwd zijn en in het buitenland verkocht zijn, dat daar nog wel eens wat probleempjes mee zijn. Omdat men gewoon niet echt weet hoe zo'n trekker in elkaar zit. En dat met name is een van de sterke punten van het Nederlandse tractorvoering gebeuren. Daar hebben we bijna alles zelf gebouwd. Wat zeg ik? Niet bij, dat is het betere werk. Die verrassing zal ik u zo direct eventjes mededelen. Dan kunnen wij die bak, die kunnen wij ook verzwaren. Het eigen gewicht van de sleepwagen. Dus het eigen gewicht van de sleepwagen is ongeveer 12.500 kilogrammetjes. 12.500 kilogrammetjes zwaar is die sleepwagen. Daar kunnen wij gewichten in doen tot een maximum van, vier gewichten. Vier gewichten van 2.500 kilogrammetjes. Dat houdt in dat we die bak in zijn totaliteit met ongeveer een 10.000 kilogram kunnen verzwaren. En het houdt in dat er dan al met al zeg maar zo'n kleine 25 ton over die baan heen komt. En als dat nog niet voldoende blijkt, wel dan kunnen wij ook nog onderuit die sleepvoet, die plaat zeg maar, daar kunnen wij ook nog wat messen naar beneden draaien. Die kunnen we dan haaks op de rijrichting zetten of onder een bepaalde hoek op de rijrichting. Normaal gesproken als ik op de baan loop, dan laat ik het altijd even zien. Ja, en dat met name hadden die mannen kunnen weten, want daar zat straks zat hij al los. En dat is geweldig jammer moet ik u zeggen, want dit is verlies van materiaal. En dat mag eigenlijk niet. En ik had het straks even aan Nico Peersen willen vragen.
Maar Nico die kan daar een geweldig mooie technische verhandeling overhouden. Het is even gek in de klasse. Zie je, er zijn altijd weer van die dingen die in het voordeel werken. Nou, mannen, broeders. Prudent. Eén keer in je leven vraag ik om naar me te luisteren. Prudent, zie je kans om dat luchtfilter vast te zetten? Dat zou, denk ik, helemaal niet verkeerd zijn. Een beetje door heeft, maar we zijn weer begonnen hoor. We zijn weer begonnen, dus niet dat u denkt van wat hoor ik nou toch voor gepruttel. Maar we zijn echt weer begonnen. En we hebben een premie van 100 gulden binnengekregen, want het regende niet alleen water, maar het regende hier ook een beetje muntjes. 100 gulden premie voor Spinola van loonbedrijf WF Schetters uit Halteren. En graag even een sleeptrekker. Graag even een sleeptrekker. Graag even een sleeptrekker. Ja, en dat houdt in dat we dan toch nog weer eventjes moeten wachten. Als u geen lid of donateur bent van de NTTO, ik kan me dat bijna niet voorstellen hoor, maar goed, dat zou in sporadische gevallen voor kunnen komen. Maar dan zou het best kunnen zijn dat u toch wel wat geïnteresseerd bent in wat statistische gegevens. En zeker op zulke momenten waaruit toen uiteindelijk bleek dat de eerste kampioen van Nederland in 1978 een Turnosaurus was. De nummer 2 is gegaan, de nummer 3 was toen Popeye en de nummer 4 was Tombo. Zo komen deze tractoren eigenlijk aan hun startnummers. En als we dan de zaken Europees wat gaan oppakken, en ik zie dat wij in zijn totaliteit over al die jaren tot en met 1989, heb ik dat eens eventjes voor u opgeteld, daarin zijn in zijn totaliteit 168 ereplaatsen vergeven. En van die 168 ereplaatsen zijn er 82 in Nederland behandeld. Dat heel Nederland vandaan de onderdelen gehaald hebben. En dat gaat tot aan het kleinste detail aan toe. Deze Mamba motoren leveren ongeveer standaard een 1800 pk. Dus al met al is ik zich weer gereed willen houden. Want volgens de wedstrijdleider heeft Pluvius de houder van de ritsluiting al weer in zijn handen. Nico, mag ik jou zo even wat vragen? Want wij gaan even kijken naar de Seaside Affair. En als u de Seaside Affair nu even bekijkt ten opzichte van toen hij in de 3,4 ton reed, dan ziet u dat er nu één foto uit kan gaan.
denkt erom dat er wat gebeurt hoor. Dat Pluvi het zijn gemak nog eventjes houdt, want zou hij dat niet mocht doen, dan hebben we toch wel weer een klein beetje voor u voorbereid, want ik heb namelijk nog ik ben u een verklaring schuldig, althans ik niet over, ik heb er echt geen verstand van, maar ik vind dat ik mij wel geroepen moet voelen om ervoor te zorgen dat u een verklaring krijgt. Vaten, meneer Nico Beerte, die gaat ons daar straks even een technische verheldering van geven, van die heeft als geen ander daar toch wel een aardig beetje verstand van één vervorming. Hij kan het ook nog vertellen op een manier zodat ik het bijna zou begrijpen. Nou, dan kunt u nagaan hoe goed het hier dat kan. En dan gaan we dus naar de volgende combinatie. We hebben een Seaside ver gehad met zijn 5 Ford-motoren. En die 5 Ford-motoren, echt de combinatie Seaside ver. Is, laat ik zeggen, een stukje Amerikaans voorbeeld heeft daaraan eraan vooraf gegaan. De mannen Hans Kramer, Rex Kramer, Herman Tonissen, Jelle Roy en John Liefding. Wel, die zijn met z'n allen natuurlijk beestachtig veren sterk in de weg geweest om deze Seaside Affair. Die met name door Bevron wordt gesponsord. Maar die ook door Amerika aanleidingsbedrijf wordt gesponsord. Super Casper Team ook een geweldig respect heb, want het is op dit moment is het Jan Groenestein die onder de helm vandaan komt. En het is Tijma Burggraaf die daar keurig netjes zijn schoenen loopt te bevuilen. Die als techneut de gebroeders Groenestein terzijde staat. Maar net eigenlijk met heel weinig koordlagen gingen werken. Daarbij een lage bandenspanning. En dan kreeg je natuurlijk een optimale grip, dan kreeg je een hele lange print, zoals het officieel heet, op de baan. Met andere woorden, die banden die hadden een optimale grip. Nou is het zo dat door het stijgen van de pk's en ook door het toenemen van de omwentelijke snelheid van de wielen, krijg je te maken met een veel grotere middelpuntvliedende kracht. Waardoor als je met een lage bandenspanning gaat werken en die wielen zeg maar met een 200 kilometer in de ronde gaan. En als wij de kampioen in deze, eens even bij de kop pakken, een trekker die met 14.000 paarden wordt gevoed. Die heeft een wielspin van over de 300 kilometer. Want u ziet hier namelijk verschillende vliegtuigmotoren door elkaar gemonteerd. Als u had opgelet, en ik heb het dus niet, hè, laat ik daar even mee beginnen. En u was er vanmorgen niet allemaal toen deze 3,4 ton vlakte werd verreden. Toen heeft u deze Runosaurus, deze onder nummer 1 rijdende combinatie, zijnde de eerste kampioen van Nederland. Die reed vanmorgen met 1 Rolls Royce en 1 Renault motor. Nu vindt u deze combinatie terug, waar hij dus 1000 kilowatt bij mag hangen met 3 motoren. Waarvan 1 Rolls Royce, een Rolls Royce Merlin en daarna 2 op zijn kop gemonteerde. Want zo hangen ze er echt op zijn kop gemonteerd, want zo horen ze namelijk ook in het vliegtuig. 2 op zijn kop gemonteerde Renault motoren. Want dat is datgene waar Edgar Dijkstra en de zijne de naam Runosaurus ook vandaan gehaald hebben.
keuze. Renault is en blijft hun grote liefde. Epke heeft gereden met... Ik weet niet of u dat kunt zien, maar als u zeker hier vlak voor de trekker staat, dan zit er boven het rechtervoorwiel, daar zit eigenlijk zo'n zwanenhalsje. Over de backfire. Ja. Want door zo'n backfire vliegt zo'n luchtfilter er gewoon af. Ik heb bijna de gedachte om te zeggen dat je wat door de uitlaat naar buiten moet, komt door het luchtfilter naar buiten, maar zo ongeveer is het. Dus. Precies, zegt Nico. Nou, hoor je dat, Johan? Johan, de voorzitter van de NTTO, die zit hier in de wagen. En Johan weet precies hoe technisch of ik ben. A-technisch dus. Oh, wij zijn even technisch. Wij hebben samen veel verstand, maar niet van techniek. Want Johan is dokter anders en ik ben niks, dus samen hebben we veel verstand. Ja. Precies. En het is echt Peter de Weg. En moet u even kijken, hij heeft de sleepwagen, want dan mag je namelijk vragen. Je mag zeggen, joh, doe mij die sleepwagen maar even op deze kant. Dus doen we die sleepwagen maar even op de andere kant. Peter heeft hem op de... Even kijken, waar zit mijn duim? Rechts. Dus is het aan de linkerkant, heeft hij hem op de baan laten zetten. En dan hebben we er nog weinig gereden. En nou komt het erop aan. Maar als hij natuurlijk nou één stuurfoutje maakt, dan ligt hij eruit. En Ben van der Kleuter staat onverbiddelijk met die rode vlag klaar. Want als hij ook met die witte lijn raakt met enig deel van de trekker, want dat moet u even goed begrijpen, hij mag met die hele sleepwagen, mag je bij wijze van spreken al die microfoons hier ondersteboven rijden, maakt allemaal niks uit, die trekker moet binnen de witte lijnen blijven. En dat gaat hij doen, want hij heeft uiteindelijk geen aanstaat Korteland. Ja, de toeter van de 2 minuten, hoorde ik die nou? Hebben we een toeter van 2 minuten tegenwoordig? Ik heb wel eens gehoord van een grote toeter, maar ja, hij gaat de helm afzetten. Zo. Van het binnenveld nummer 92 in Huizen. Meest interessant, 4,4 en 5,7. Mag ik even kijken? En dat zou in kunnen houden. Want ik kon het even niet zien, want er gingen toevallig even een paar mensen voor ons aan. Dus ik kon het echt niet zien. Maar als ik hier vandaan kijk naar de zwart-wit geblokte vlag. De flag of the leader. Of the leader's flag. Dan kon ik constateren dat de white horse dat dit verder is. Thank you.
zo zouden we graag over willen gaan de prijsuitreiking. Ik schud als eerste en enige de hand van Edgar Dijkstra, want Edgar heeft toch kans gezien om voor de eerste wedstrijd met drie motoren in deze klasse. Hij doet weer mee, hè? Ja, wacht even. We gaan de auto niet verkopen voor we er weer geschoten hebben, hè? Nee, maar je telt mee, hè? Je telt gewoon weer mee. Goed, wij wachten dus even op de definitieve uitslag. Waarbij wij weten dat nogmaals de Runnersaurus nummer 3 geworden is. De Q-18 Poolpijn nummer 2 en de White Horse nummer 1. Mag ik de mensen van de prijsuitreiking verzoeken om zich... Kees geeft aanwijzingen dat die eerschafot toch maar in het groene gras gezet moet worden. Goed, dan komen we nu even bij u met de uitslagen van de vanmiddag gehouden wedstrijden. En wel in de 4,4 ton klasse. Het duurde lang, want Plugius meende dat hij inspraak moest hebben. Nummer 10, het kiepmansje. Nummer 9, Green Spirit. Nummer 8, Spinola, 10 meter 44. En voor Spinola heb ik van loonbedrijf WF Schetters uit Halve nog een premie van 100 guldens. Nummer 7, Moby Dick, 54,95. Tweede maal op het eerderschafot. Hij heeft een goede eigenschap, hij doet het niet helemaal vanuit de hoogte. Hij blijft nog even nederig op het derde plaatje. Nummer 2, Jan van Halve. Jan, we blijven wel steeds op het eerderschafot komen natuurlijk, hè? Ja. Een vol 42 meter 58 daarna. En dan krijgen we, en dat zal Gerrit natuurlijk verschrikkelijk goed doen, kijk hem eens glunderen. Gerrit van Ogen met zijn White Horse nummer 5, naar de vol 55 meter 16 en daarmee is hij bijna 13 meter voor Q18 Popeye BSA Dupont gesponsord. Nou, vul maar in. En omdat deze mannen nou zo vreselijk lang hebben moeten wachten op de prijsuitreiking, gaan we ze met een oorverdovend applaus gaan we ze eventjes huldigen. Hiep, hiep! Hiep, hiep! En nog een kleintje toe, hiep, hiep! Juist. Mannen, gauw die spullen klaarmaken voor de 5,7. Eieren, dat wil ik nog wel eens even zien. Zo. Voorlopig, Edwin, ja, die komt er weg alweer. Hij staat nou te voorzien wat hij terug moet zeggen. Maar moet luisteren, u mag van mij de microfoon hebben, want daar ben ik groot genoeg voor hoor. Want ik heb ook wel eens uitspraken gedaan, want ik dacht van laatste dag van, goed. In ieder geval hebben wij Edwin Lodder uit Worselen. En we hebben T. Vermeulen uit Huizen in Gelderland. En er staat een hele mooie onder. Want weet u welke klasse deze meneer het allermooiste ging? Althans, ik neem even dat het een meneer is, want er staat T. Vermeulen. Dat kan natuurlijk 10 zijn. Maar het kan ook tienus zijn. En er staat onder Veger. En als het een tienie zou zijn, dan zou het een Veegster gestaan hebben. Dus ik ga er even uit. Edwin Lodder, even kijken hoor. Edwin Lodder, en wat wou je? Dat is Pet. Waar is die Pet? Kijk eens even. Zelfs als je zusje, heb je zusje er ook, hè? Zo. Dat dacht ik. Ja, en ik kom toch nog even terug op meneer de Bul tegen. En wij op dit moment kunnen de Efteling zelf op de bok hebben. Erik Meijer heeft het roer uit handen gegeven. En moet u eens even kijken wat er uit de aardbaan vandaan komt. Want de bak ging wederom niet naar voren. De tweede maal op de Bitter Pieters voor de zweefwagen binden.
Je ziet er ook Gert Klauwers best in staat om zeer spectaculair te rijden. En moet u even meetellen die nokken die op die banden staan. En dat kunt u bij deze trekker eigenlijk heel goed zien. Dat in hun eigen krant kunnen lezen. Een gigant van een machine. Dus je moet nog even poging ondernemen om het een en ander recht te krijgen, want hij heeft natuurlijk een hele voorraad. Dat is van een Ford Loader met een planetaire eindvertraging. En ik ga nu even heel graag de body is van een pretty large red race for the van Fourier. Het is bad medic is van de wheel drive animal of the bell, deal of the ring. De bumper is een big stepper, giant full of smart of 50 per day, maal 800 per year. En deze band is speciaal voor deze klasse in Amerika onder. Dit is giant full. Transmissie is een DMT USA. Koppeling, een 3-plaat automatische blower. En dan de motor, dat staat een keer uit de restrijver in, maar volgens mij is het een rijkwijk. Volgens mij is dat een Chevrolet. Nog een driver. Maakt het er niet zoveel uit. Michel heeft een nieuwe motor in liggen. Dus laten we maar zeggen dat het toch de driver is. Een Hemi, ja natuurlijk. Een Hemi. Een Euro 7. En als ik u nog even vertel het verbruik, dan moet u maar eens even nagaan als u de groep zit of u zelf kunt, dat geloof ik niet. Want deze gebruikt namelijk 1 liter methanol per seconde. 1 liter methanol per seconde. Krijg je dan een drukpijn omdat de plek open staat dat er een lang drukmaat in is. Heel erg bedankt. Yeah.
zijn. Nou, dit wordt eigenlijk mijn vraag zo'n beetje van jullie. En wanneer ze zijn weer een beetje geholpen. Ik hoop dat ze tevreden zijn. Maar nee, ik zou zeggen, succes met jullie machine en alle soorten motoren gebruiken. U zult in deze klasse één nieuwe combinatie. En daar waar wij vanmorgen gaan hebben over de mogelijkheden om met dieselmotoren toch in die trekkervoering mee te draaien. Dan kan ik u zeggen dat wij in deze ruimte met deze tool in de vorm van Lada onze Belgische kameraad de dag sterk een diesel terug hebben. Want sterk de kop die met een 129 of onder nummer 129 gaat rijden in de combinatie. Die rijdt met een dag 11-6. Maar ik hoop dat er even niet te zeggen, want zo direct de kijkers zijn wat er hier gaat gebeuren. De doorbouw is weer terug met z'n af. Vlam in de pijp. En met ene man lukt het al. En met de andere man is het nog niet gaan gebeuren. Maar het is eigenlijk heel erg jammer dat we niet kunnen zien hoe deze combinatie gestart wordt. Want deze motoren zijn niet starten met een startmotor. Want die startmotor die vraagt zo gigantisch veel vermogen. Dan moet je zo ontzettend veel batterijen meenemen om die startmotor te kunnen voeden, dat dat eigenlijk niet lukt. Want deze dobbel als die gestart moet worden, en ik weet weer even uit het verhaal gehaald, dan is het zo dat die startmotoren niet aan te slepen zijn, althans de accu's daarvoor. En daarom hebben we maar een andere oplossing gekozen. En we hebben daarvoor gebruikt een Talbot-motor uit een Talbot 1501. Daar hebben ze een achterkaart aangemaakt uit een verdeelpak. En als we die Talbot-motor starten, dan hebben we eerst die achterkaart aan een motor gekoppeld. En op het moment dat die goede toering om een van mama, een rol voor mama te kunnen starten. Als een motor loopt, dan gaan ze ongeveer schakelen om en gaan ze naar de tweede motor. Die kunnen ze niet starten via de eerste, die moeten ze echt weer helemaal apart gaan starten. Maar in de middel van de tijd wordt deze combinatie dan vaak naast de baan al gestart. Maar ik kan me nog genoeg wedstrijden herinneren. Toen deze combo nog met één motor mee. De Mobilix, die ontzettend fraaie continental motor, waar alleen het realiseren het richting afvoer. Oftewel, deze richting zou dan voor een zo'n verbrande motor even op te pakken. Dat lijkt wel niet te lukken. Dus helaas zien wij deze combinatie niet terug en ik ga me hard vast voor volgende week in Capelle. Ik ben wel te vrij om te veronderstellen dat die samen Voorbij. Voor de laatste
gaat natuurlijk nog even niet weg, want we moeten de prijsuitreiking van deze 5,7 ton Knorren moeten we nog even ter hand nemen. En we moeten natuurlijk ook nog eventjes die sleutels ophalen, want zo dek komt hij niet binnen. En als ik weg ben, zijn uw sleutels ook weg. Ja, en daar gaat verder. En dan gaan we toch even naar de absolute nummer 1 voor vandaag. Waar is ook Allian? Ja, de koffie. Thank you.